Tussen de besten starten in Dierenpark Emmen. Een beter striettoneel kun je haast net betinken voor het beest Liewe Westra. En wat had er zijn zin zet op deze Nederlandse titel? Twa Ierlien wie Liewe Westra er al dichtbij mij een tredde plak. Maar bij het broens der zuller deze keer wis net tevreden mee wezen. Dan de start voor Liewe Westra van de tienje. Eerst dus troch de dierentuin en dan de diekop. Oerenouwstoorn van goed 45 kilometer, maar te zien concurrenten te vlug alwezen. En concurrentie, die is er. Mij onder oren vorig winnaar Stef Clement, Lars Boom en ik nog Nicky Terpstra. Al moet er vol bij zijn willen dat Liewe Westra die we zien als de absolute topfavoriet. Verbin, heel mooi. En de tussentiert, die mooi er wezen. Liewe Westra had 1 seconde vastsprong op Nicky Terpstra en 5 tellen op Lars Boom. Goedemiddag. En dan is het wachtjen bij de finish. Lars Boom komt binnen. 54 minuten, 34 seconden en 600ste. En ik Nicky Terpstra is binnen. En dan is het wachtje op Liewe Westra. Daar komt Roede Eindstreep. Heel dol stikken. Maar zijn fans weten dan al dat er een hele knappe prestatie deel zet net. Westra had alles joen. En had een tiert van 54 minuten, zo'n 20 tellen en 8200ste. Hij is op dat moment de rapste. Het verschil met Boom is maar 8 tellen. Het is dan alleen nog wachtje op Stef Clement. En als blijkt dat ik Clement net tippekin onder tiert van Liewe Westra, is het de grote bleedskip. Bij het beest van de tienje. De missie. Daar komt ie. Het is gewoon echt geweldig dat gewoon al die oude jood in de wanden valt. En ja, hier doe je het varen en hier leef ik varen. Goh, ja, ik pak voor de eerste keer die mooie trui en daar ben ik heel blij mee. Helemaal geen scheerslag onderwijs gaan? Helemaal niks. Nee. Ik had al risico's nam en ja, ik ben echt blij dat ik op de streep ben. En deze Nederlandse titel betjut dat Liewe Westra in het reed wiet blauw verschijnen mooi tijdens de Tour de France. De Tour die begint tak een week sneeuw.